Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen van dinsdagochtend. Het is op dit moment vrijwel overal bewolkt en er valt wat lichte regen of motregen. Het wordt een vrij druilerige dag. Temperaturen vanochtend liggen tussen de 6 en 8 graden en er staat een noordwestenwind die aan zee vrij krachtig is. Vanmiddag verandert er weinig aan de temperaturen. Wel wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droog en de wind neemt ook wat af. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tussen de 4 en 6 graden. Vannacht klaart het op veel plaatsen op. En daarbij kan ook mist ontstaan. En als de temperatuur dan tot het vriespunt daalt, kan het ook glad zijn. Morgen wordt een betere dag. De temperaturen liggen van 8 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Het blijft droog en we gaan de zon regelmatig zien. Donderdag begint ook droog, maar in de loop van de middag trekt er vanuit het zuidwesten regen over het land. En ook vrijdag wordt het een wisselvallige dag. Het wordt wel flink kouder. En in de avond van vrijdag op zaterdag kan de regen overgaan in natte sneeuw. En zaterdag kunnen we zelfs een paar centimeters sneeuw krijgen. Dit was het weerbericht van Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.